Hallo, ik ben Famke. Ik ben leerkracht Latijn op de Vrenne Middenschool. En waarom je voor Latijn zou moeten kiezen? Ik denk dat mijn leerlingen van 2 Latijn jullie dat veel beter kunnen vertellen dan ikzelf. Awee België! Vandaag gaan we vragen aan allemaal Latijn-leerlingen wat ze precies vinden van Latijn. Ik laat het woord over aan mijn journalist Bruna. Dag Daan, waarom doe jij Latijn? Wel, in de eerste plaats is het leuk. Ik vind het niet echt moeilijk en het is gewoon leuk. Dag Bas, wat vind je van Latijn? Ja, het is wel moeilijk, maar het is het waard. Wat doe je allemaal in Latijn? Je leert veel cultuur, dat is wel tof. Maar de teksten zijn. Je moet ook veel teksten vertalen. Dat is wel wat minder, want je moet veel grammatica onthouden. Oké, okay, doe. Zeg eens iets in het Latijn. Winnie. Winnie. Wiki, dat is Latijn voor? Ik kwam. Ik zag. Ik overwon. Dag Hagen. Hoeveel uur Latijn per week krijg je in het eerste en in het tweede jaar? In het eerste jaar is dat 2 uur meestal. Maar dat is ook eigenlijk wel het beste ook, omdat je dat dan ook leert kennen. En in het tweede jaar is dat normaal gezien 5 uur. Oké. Wat is voor jou het nut van Latijn? Het is echt wel super tof ook. Maar je hebt sowieso bij elk vak van talen ook altijd een voorsprong. Op, ja, eigenlijk letterlijk op elke grammatica toets ook. En kent ook meer woorden, omdat de meeste woorden ook afgeleid zijn van het Latijn. Actie! Wow!